Hey Jelle, welkom bij Splinter in mijn video. In een vandaagse video ga ik voor Jelle mijn gaming setup in. Als jullie mijn vorige video gezien hebben van mijn gaming setup, is hij optimaal anders dan wat hij in die video was. Als jullie wil gaan zien die before, zoals die hoe mijn setup gelijk het voor hierin, blijf tot bij die einde en dan zal jullie zulke blokjes zien waar die video is. So, af en toe dat begin jullie, dit lijkt baie anders. Mijn setup was daar, maar ik ga niet te veel zin in gaan checken na hierdie video uit. En, dan hier zo het ons my bed, soos in die vorige, dit is toch altijd hier zo my bed, en dan kry mens hierdie kant my stoel. Dit is rarig, haal hier ek het rarig baie gemakkelijk julle, en nie eers so deur nie, rarig, dit is nie so deur nie. By makro ging koop vir julle, en as julle rarig een langsitter is. As ons aanbeweeg na my setup toe, het ek hier zo een Red Dragon keyboard. Dit is nie mechanical nie, ek wil plan om oor te switch mechanical toe. En dan, die muis is die selfe set, 3200 dpi. Rarig gemakkelijk. As ons aanbeweeg hiernaan toe, die ding is nou pap, ek is rarig jammer vir dit. Maar het ons my Streamlabs OBS, waar ek al my Streamlabs hanteer. En dan het ons ook een Bluetooth keyboard wat geconnect is. Hierdie kant het ons my chat reader, waar ek elke keer my chat read. Dit is een mini desktop laptop, Windows 10. Hier so hang ek my headset op my een van my belichtings, en hierdie kant ook. En ek hier so soek een lavalampie, en dan hier so het ons my PlayStation camera, en dan onderom het ons my monitor, dit is een Samsung monitor. Ek sê seker hoeveel hertz hy is nie, ek sal weer gaan kyk vir julle. Maar rarig baie gemakkelijk, soos hier achter is een knoppie waar jy soos AI cyber mode kan aansit, en dan is dit heel te mal anders te, en dan kan jy dit ook net weer verander normaal toe, en dan kan jy soos sy brightness en al die goeders verander. Pretty basic soos een normale monitor. En heel onder het ons my PlayStation wat die hele ding power. Ek beplan om rarig oor te switch PC toe, maar rarig julle, dit is een duur story. So as julle wil download PayPal link in die description. En ja, sorry, ek hoor het als WhatsApp deurkom. Hierso het ons my PlayStation 2 games, hierso het ons my PlayStation 4 games, en daaronder was my hoverboard, maar ek het om nou daar so gebeurde. En ja, heeltemal achter die setup julle, soos hierso is my setup. Hierdie kant is waar al my kleren en goeders is, waar nabij by my kaste en die stoelkie waar ek skoene kan hangtrek. Hier soos net soos 2 boombox speakers, decorations, en dan net soos net een paar goeders wat hier so leg. En dan, ja, dis basically dit julle, ek hoop julle het hierdie video geniet. Net hier so julle is die before van my eerste gaming setup, net hier so vir julle. En dan, ja, behoort ek julle in die volgende te sien, en julle onthou, as elk een van julle asjeblief kan like, as soos bijvoorbeeld 100 views, is gelijk aan 100 likes, soos, as ons dit kan doen, julle asjeblief maak seker, soos, dit is my goal vir vandagse video, as dit nie gebeur nie, is dit nou maar ding, maar kom ons kyk as ons dit kan kry, en, ja, onthou om te share, en dan sien ek julle in die volgende video.